Zoals jullie zien in de titel en de thumbnail, sta ik naast de versnellingsbak van de Lamborghini van ons. Zoals we al eerder aangaven in de afleveringen dat we met de Lambo reden, hoorden we een super vaag bijgeluid. En daarom wilden we dit ook gaan onderzoeken. Kronenburg heeft bij ons de auto opgehaald en die heeft als diagnose gesteld dat het geluid uit de versnellingsbak komt. Zij geven ook aan dat ze geen versnellingsbak-experts zijn. Zijn wij een beetje aan ons lot toe overgelaten omdat ze ook geen gebruikte voorraad hebben. Dus er is maar één optie, dat wij als versnellingsbak-experts TwinsTV gaan de versnellingsbak openmaken en we gaan kijken wat er allemaal stuk is. We weten in ieder geval al dat een behoorlijke lager hier eruit ligt. Dat zie je ook gewoon, dat hoort niet. Dus wij gaan kijken of er nog meer kapot is en of we dit zelf kunnen repareren. Want een gebruikt exemplaar, als die te vinden is met de juiste codes, die hebben we op dit moment nog niet zien staan online. Maar als ze op te koop zijn, zijn ze gebruikt tussen de 8.000 en 15.000 euro. Dus als we deze dan kunnen repareren, tel uit je winst, jongens. Dus in deze aflevering gaan we de versnellingsbak openmaken. En gaan we kijken wat er allemaal kapot is. En mogelijk zijn het een paar lagers. Ik hoop geen tandwielen, want hij schakelde wel goed. We hadden geen problemen met schakelen. En ja, we hadden alleen een tikkend bijgeluid bij een bocht rijden. Dus een hele strakke kleine bocht rijden hoorde je zo tik tik tik. Ja, en wij nemen jullie uiteraard daarin mee. Want wij zijn één open boek. En alles wat wij doen, documenteren we ook voor jullie. En mogelijk leren jullie ook hiervan. En wij ook. Dus laten we het versnellingsbak in de lucht doen. Olie aftappen. En dan gaan we hem openmaken aan de achterkant. Moet een eitje zijn toch, wij als versnellingsbak-experts. Nou, is goed nieuws denk ik zo toch? Dit in ieder geval. Ja, er zijn niet echt stukken uitgekomen, maar je ziet wel aardig wat slijpsel hier op mijn magneetje van mijn aftapplug. Ja, hoeveel kilometer hebben we gereden sinds die motorrevisie? 1800? Ja, 1800 inderdaad. Toen hebben we nieuwe olie in gedaan. De kleur van die olie. Zegt dat iets over de staat van de versnellingsbak? Ja, zeker wel, want het is een beetje grijzig, hè? Dus dat betekent dat er wel wat slijpsel in de versnellingsbak zit. Maar goed ook dat we het nu eigenlijk een versie even openmaken. Ik wil weer rijden in de Lambo, jongens. Ja, want we hebben dus gewoon geen auto's in de werkplaats staan, jongens, op dit moment. Hoe kan dat? Nou, de Honda rijdt gewoon. Die staat gewoon bij me thuis. Een beetje uitgedrukt is, dan gaan we hem rechtop zetten. Gaan we de differentieel eraf uittrekken. Gaan we deze openmaken. Ik ben gewoon benieuwd of het überhaupt ons gaat lukken. Jongens, de ontdekking die we dus hebben gedaan bij Kronenburg. Je mist gewoon die lagers ook aan de bovenkant. Ja, en dat kan dus catastrofale gevolgen hebben gehad in de bak zelf. Dus we gaan even kijken of we dat kunnen vervangen. Zoals jullie zien hebben we hier twee grote assen uitsteken. En we zouden de versnellingsbak niet rechtop kunnen zetten als we dus geen gaten zouden boren in onze tafel. Ja. En wat boeit ons deze tafel aan? Dus we gaan gewoon twee gaten boren om ons werk onszelf makkelijk te maken. Dus dat is wat we nu gaan doen. Let's go. Aan de startmotor gaat die gewoon niet liggen. Dat is een nieuwe van de Volkswagen Touran.
jongens, mochten jullie benieuwd zijn naar de binnenkant. Zo ziet dat er dus uit van een Gallardo. Ja, waar je differentieel dus in valt. De differentieel zag er goed uit. Ja, geen kapotte tanden of wat dan ook. Ziet er helemaal flexy sexy uit. We gaan door. Wat gaan we nu openmaken? Ja, ik als expert kan natuurlijk niet alle benamingen gewoon opgooien, want ja, dat snappen jullie natuurlijk ook niet. Dus ik zou zeggen gewoon de achterkant van die deksel, of de bovenkant in dit geval, zou ik gewoon openmaken. Die is nu leeg. Het zou kunnen betekenen dat we de deksel eigenlijk als het ware er zo af zouden kunnen schuiven. Hier zitten zeg maar twee kleine en allemaal 13 en dan alles. De synchro's zijn goed zichtbaar. Kijken of we nu grote defecten zien. Ja. Maar ik denk dat het grootste defect nog één laag hieronder zit. Dat denk ik. Want dit ziet er gewoon nog allemaal goed uit. Ja, en hij schakelt ook gewoon keurig. Dus ja. Daarom ziet het er ook nog gewoon goed uit. Jongens, daar zijn we dan. Het is nu avond, een hele nieuwe dag voor ons. We zijn teruggekomen om de versnellingsbak verder uit elkaar te halen. Dat is gelukt. Zoals je ziet hebben we de hele schakeltoren losgehaald van de voorkant van de versnellingsbak. Hier zit dan ook het differentieel gedeelte in. En tot onze verbazing zien we eigenlijk niet super grote schades. Nou ja, hij heeft in het verleden wel echt veel schade gehad, want de versnellingsbak is op een plek gelast, dat kan ik even laten zien. Dat is daar. Hier zie je echt een streep zitten. En aan de buitenkant zie je ook gewoon... Zo van gum. Ja, iets van kneedbaar aluminium. Ja, iets wat je totaal niet op je versnellingsbak wilt zien, dat hebben wij natuurlijk weer wel. Daarnaast, bij de eerste oliewissel dat we de Lambo dus uit elkaar hadden gehaald na de brandschade, hadden we natuurlijk de versnellingsbakolie afgetapt. Er kwamen super veel tandwielen uit de versnellingsbak. Toen maakten we ons al een beetje zorgen van, jongens, waar komt dat vandaan? Maar we hebben toch besloten om te rijden. En ja, dat is verbazing, deed die auto het gewoon goed. Hij schakelde goed. Maar het geluid kwam ook pas toen we het vierwielsysteem eraf haalden, wat ook super ruim was. Ja, dus we hadden inderdaad het constante vierwielsysteem gedemonteerd van de auto. Jullie kennen het wel, de cardanas naar de differentieel aan de voorzijde hebben we compleet weggehaald. Samen met de steekassen. En daarna merkten we echt dat de auto al een stukje rust kreeg. Dus hij stuurde ook natuurlijk veel lichter in de bochten. En een stuk minder spanning op je versnellingsbak. Dus toen pas kwam een bepaald geratel uit de versnellingsbak waarvan we dachten, dit is niet goed. En we hebben eigenlijk al die tijd heel rustig aangereden. Want we hadden eigenlijk wel het gevoel van, we willen een donut maken. We willen een burn-out maken. En dat hebben we gewoon niet gedaan, omdat we toch het gevoel hadden van dat er iets niet goed zit in die diff. Maar ja, we hebben ons differentieel daar liggen. En ons differentieel is ook helemaal in orde. We hebben hem helemaal open gehad, de plaatsen zijn goed. Dus we weten dat die diff goed is. We weten dat de versnellingsbak eigenlijk goed is. Omdat alle tandjes zien er super mooi uit. Synchromessen zijn goed. Daar gaan we niks aan doen. Maar wat me wel is opgevallen, dat de één tandwiel... Want het is super gek. Er is echt gigantisch veel schade geweest in het verleden van deze versnellingsbak. Want zoals je ziet,
is er gewoon heel veel groeven zitten erin. Dus er is echt wel iets kapot gelopen in de versnellingsbak. Maar is dan onze vraag van, hebben ze hem dan niet goed schoongemaakt? Hebben ze hem niet goed gereinigd? Waar komen die tandwielen dan vandaan? Hier heb ik wel een klein stukje eraf. Zoals je ziet, is wel echt wel een hoekje af. Maar voor de rest ziet het er echt super netjes uit. Ook die andere tandwielen super netjes. Maar wat ons wel echt opvalt is dat eigenlijk alle kogellagers die in de versnellingsbak zitten, die maken ook echt vreselijk veel geluid. Dus neem als voorbeeld deze. Hoor je dat? Het maakt echt een zoemend geluid. Een zoevend geluid, hoe je dat ook wil noemen. Dat hoor je ook wel tijdens het rijden. Dat zei trouwens Vivelde ook gelijk. Dat hij in die auto ging rijden van, hey, ik hoor iets een lager geluid uit de versnellingsbak. Ja, dat zijn alle wiellagen zijn wel goed, want die worden gecheckt bij de APK natuurlijk. Precies, dus dat is gelijk. We wisten al gelijk dat het goed was. Maar tot mijn verbazing, ik was hier aan het verder onderzoeken. En ik zie gewoon hoe dit beweegt. En als ik dan de lager bekijk waar die in zit, hierin. Die heeft ook gigantisch veel speling. Dus die heeft dus veel speling? Ja, en de lager die we natuurlijk kwijt zijn hier. Want ik kan nu de versnellingsbak als het ware verplaatsen. Er gaat wel heel veel olie uitkomen. Nee, want ik verplaats hem gewoon zo. Oké. Okay. Kijk, dan liggen alle balletjes liggen daar. Dus eigenlijk, door niet meer verder te rijden met de auto, door gewoon de auto te gaan onderzoeken waar het geluid vandaan komt, hebben we als het ware wel de versnellingsbak gered. Toch? Ja, zo zie ik het ook. Want, oké, sommige tandwielen zijn niet meer 100%. We gaan ook even kijken wat die tandwielen kosten. We gaan afwegen of dat de moeite is. Nou ja, sowieso wel de moeite denk ik, want zo'n versnellingsbak is gebruikt toch wel tussen de 8.000 en de 15.000 euro. Ja, inderdaad. Dus we gaan even kijken wat zo'n tandwiel kost. En of het te krijgen is. Want ik heb een tandwiel gezien jongens, volgens mij, als ik het uit mijn hoofd goed weet, de vierde versnelling of zo, of de derde versnelling, is gewoon 6.000 euro hè, voor één tandwiel. Dat kan ik zo even opzoeken zo meteen. Maar dat is echt, dat gaat. En de hele versnellingsbak is 8.000. Ja, maar als je een nieuwe tandwiel zoekt, is dat wel gewoon 6.000. Ja, dus hier zit dus die lage kooi op. Ja, dus hier, deze gaat zeg maar door je versnellingsbak heen en dit komt dan in je koppeling. En dit is dan ook die ook helemaal los zat. Dus die lager die daar is, die van die balletjes allemaal uit zijn. Ja, die lager die was sowieso al stuk gelopen. Maar die hadden we ook vanaf de hydraulische druklager kunnen vervangen. Gewoon van buitenaf had die gewoon vervangen kunnen worden. Maar dan hadden we natuurlijk niet al die andere lagen schade gevonden. Beste kijkers, nu we weten wat we moeten bestellen, gaan we ook een mega dikke bestelling uitgooien. En geloof in jezelf, wij geloven namelijk ook in onszelf. Alleen daarom durven we ook de versnellingsbak uit de kaart te halen. En kan je ook je eigen grenzen verleggen. Dat is super belangrijk. Met dit gezegd te hebben, vergeet zeker niet te liken onder onze video's. En te abonneren natuurlijk, want zonder jullie hulp was dit natuurlijk nooit mogelijk geweest. Volgende week vrijdag nieuwe content. En ik hoop dat we onze versnellingsbak ook in elkaar kunnen zetten en afkrijgen. Want alleen dan hebben we weer straks een rijdende Lambo. Tot dan. Peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me.